Yo, welkom bij een nieuwe video en zoals je net zag was ik aan het mediteren en dat is iets wat ik nog steeds echt elke ochtend doe. Wanneer ik een beetje klaar ben met mijn ochtendroutine en net voordat ik begin met werken vind ik het gewoon super chill om gewoon 10 tot 15 minuten even te mediteren en ik merk gewoon dat ik daarmee iets makkelijker met stress om kan gaan wanneer ik een hele werkdag heb bijvoorbeeld. Dus daarom is het ook waarom ik het in de ochtend doe, want dan heb je toch al gelijk een beetje de mindset met beter omgaan met stress en meer focus. Dus als je het nog niet hebt geprobeerd, zou ik het zeker aanraden. En ik zelf gebruik dan de app Headspace. En die vind ik heel erg chill, want die helpt je een beetje door de meditatie heen. Want anders zit je daar echt van, ja, ik heb geen idee wat ik precies moet doen. Maar in ieder geval is het nu al een paar uur later. Het is nu 9 uur en ik neem nu pas mijn eerste kopje koffie. Voor de mensen die niet weten, ik sta altijd best wel vroeg op, rond 6:30 of iets eerder. En wat ik nu wel doe met het vasten, is dat ik iets later mijn eerste koffie probeer te drinken. Omdat ik nu de vast echt een beetje tot 11, 12 uur probeer uit te stellen. En dat betekent dus dat ik tot die tijd niet ga eten. En ik wil ook weer niet iets van 30 kopjes koffie drinken tijdens het vasten. Dus meestal probeer ik dan de eerste koffie een beetje uit te stellen. En dan kan ik daarna weer even door met het vasten. En die eerste kop koffie blijft echt het lekkerste. Maar in deze video wil ik het in ieder geval gaan hebben over droog trainen wanneer je weinig tijd hebt. Want ik merk de laatste weken wel van ik heb het gewoon best wel heel erg druk. En ik heb daardoor niet altijd tijd om 6 keer in de week 2 uur te gaan trainen. Dus ik ga deze video even een paar dingen bespreken die mij heel erg helpen om gewoon mijn trainingen te kunnen blijven doen. Ook als ik het druk heb. Dus vind je nou een leuke video, vergeet even een like achterlaten en dan beginnen de video. Nou, ik heb even een laatste check gedaan van het e-book wat ik heb geschreven. En het is een gratis e-book over krachttraining. Want ik had nu al een paar jaar een e-book op mijn website staan. En ik dacht van, weet je, ik ga hem gewoon aanpassen en ik maak er een gratis versie van. Dus alle basisinformatie wat ik heb geleerd met het trainen van mensen, met mijn personal trainingsopleiding, heb ik in het e-book samengevat. En via de eerste link in de beschrijving kan je deze nu gratis downloaden. Dus hij is bijna 50 bladzijden, vol met informatie over training, over het maken van schema's en dat soort dingen. En ik weet zeker dat heel veel mensen er wat aan gaan hebben. Maar de eerste tip voor droog trainen met weinig tijd heeft te maken met voeding. En dat is iets wat ik zelf echt heel erg chill vind. En dat is dat je gewoon redelijk dezelfde maaltijden moet blijven eten. En dat betekent niet dat je alleen maar dezelfde ding kan eten. Maar ik heb gewoon 2 chille maaltijden voor mijn ontbijt en 2 chille maaltijden voor mijn lunch bijvoorbeeld. En dan hoef ik alleen maar te kiezen tussen 1 van die 2 maaltijden. En hoe minder keuze je hoeft te maken, hoe meer tijd en energie je eigenlijk bespaart. Dus ik weet al, voor mijn ontbijt eet ik eigenlijk altijd een broodje ei met hummus of iets met havermout met fruit. En dan hoef ik 's ochtends alleen maar te bepalen van oké, heb ik zin in een hartig ontbijt of in een zoet ontbijt. En dan kan ik 1 van die 2 maaltijden kiezen en dan kan ik die gewoon snel klaarmaken. Maar op deze manier hoef je niet elke maaltijd na te denken van oké, ik moet en gezond eten en weinig in calorieën eten en ik moet het nog bedenken wat ik ga eten. En dan maak je jezelf best wel moeilijk. En door gewoon 2 opties per dagdeel te hebben, dan maak je het een stuk makkelijker en kan je op die manier de tijd besparen. En ik wilde vanaf nu eigenlijk weer een beetje de smoothies erin gaan brengen, want die kan je lekker in groot volume eten en zijn helemaal snel om te maken. Alleen ik had bij bol.com een bestelling gedaan en ik moest echt iets van 10 dagen wachten. En toen kreeg ik gisteren opeens een bericht van ja, je geld wordt teruggestort. Dus ik ga ervan uit dat die niet meer wordt geleverd. Dus we gaan nu even een blender halen. Nou, daar is hij dan. In plaats van 8 dagen tussen wat. Nou, daar is hij dan. In plaats van 8 dagen wachten op een bestelling die helemaal niet kon bij bol.com, had ik natuurlijk ook gewoon in 1 keer naar de blokken kunnen lopen. Dan heb je hem in 10 minuten. Maar in ieder geval, ik heb een blender. Dus dan is het nu tijd voor de smoothie. Tijdens droogtraining zijn smoothies echt je vriend, want je kan ze echt super laag in calorieën maken. En daarnaast vult het echt heel erg, want ik had nu echt 750 milliliter, dus dat zit echt best wel vol in je buik. En daarnaast heb je ze ook echt in 10 seconden klaargemaakt. Dus wanneer je aan het droogtrainen bent, top. En wanneer je weinig tijd hebt, helemaal top. Die blender maakt trouwens echt een teringherrie, maar ja, daarom is hij waarschijnlijk ook van de blokker. En maar 12 euro, maar
We doen het er maar mee. Oké, ik heb net even getraind en ik dacht in plaats van binnen te gaan zitten met het mooie weer, gewoon even in een park te chillen. En dan kan ik hier even gewoon wat werk doen, nog even filmen. Aangezien nu het zonnetje schijnt, dacht ik dat is een stuk chiller dan binnen zitten. En wanneer je weinig tijd hebt, kan je ook je trainingen wat aanpassen. Want wat ik zelf nu doe, is bijvoorbeeld gewoon iets minder sets doen. Ik had het de vorige video al gezegd van wanneer je aan het droog trainen bent, dan kan je iets minder sets doen. Omdat je belastbaarheid van je lichaam ook wat omlaag gaat. Dus nu doe ik meestal gewoon met de oefeningen 3 sets. In plaats van dat ik sommige krachtsets ook wel 4 of 5 sets zou doen. Dus zo bespaar je natuurlijk ook best wel wat tijd. Wat je verder kan doen is ook gewoon wat supersetjes toevoegen. Dat zijn 2 oefeningen die je kan combineren zonder rusttijd ertussen. Wat ik zelf wel heel erg chill vind is om gewoon eerst een compound te doen. En dan een isolatieoefening daarachteraan. Want bij de compound wil je wel zoveel mogelijk je kracht behouden of zelfs sterker worden. Dus wanneer je 2 compounds gaat combineren, dan weet je dat de tweede compound waarschijnlijk niet zo goed gaat. Dus vandaag met de rugoefening deed ik bijvoorbeeld gewoon een compound voor rug. Zoals een pull-up of wat dan ook. En dan kan je dat combineren met een rear delt fly of een bicep curl. Omdat het dan een isolatieoefening is met iets minder gewicht. En dan is het net even wat betere combi voor je progressie. En verder kan je ook nog dingen doen zoals drop sets. Maar zelf vind ik het gewoon chill om in ieder geval wel gewoon dezelfde sets en de gewicht proberen te blijven halen. Dus drop sets zou je kunnen doen als je echt heel weinig tijd hebt. Dus dat waren wel een beetje wat tips hoe je wat tijd kan besparen tijdens het trainen. En dan ga ik nu even hotspot van mijn telefoon aan zitten en gewoon buiten in een parkje werken. Dus dat is een best chille manier om te werken. En ik ben weer thuis en het volgende wat me echt heel erg helpt met tijd besparen tijdens het droog trainen is het meal preppen. Dit maak ik gewoon 1 keer in het weekend en dan maak ik iets van 5 maaltijden. En nu heb ik gewoon rijst met vegan gehakte en groenten. Dus deze bak heb ik dan iets van 650 calorieën. En daarvan leg ik dan een paar in de vriezer, leg ik een paar in de ijskast, zodat ik dat deze week of de week erop kan eten. En nu kost het maar iets van 5 minuutjes om het op te warmen. En om al die maaltijden te maken kost me meestal maar iets van 30 minuutjes. Dus super chill om tijd te besparen. En daarnaast hoef je ook niet elke dag te koken, maar kan je gewoon 1 keer uitgebreid koken. En dan heb je de rest van de week gewoon wat maaltijden. En het laatste en waarschijnlijk het allerbelangrijkste is dat je gewoon zelf je prioriteiten moet stellen. Waarschijnlijk verspillen we snel 1 tot 3 uur per dag aan social media, Netflix, weet ik veel wat voor dingen. Dus dan heb je snel het idee van oké, ik heb te weinig tijd om te sporten, om gezonde maaltijden te bereiden of erover na te denken. Maar eigenlijk hebben we meer dan genoeg tijd, alleen verspillen we een deel van die tijd. Dus zorg ervoor dat je het gewoon een prioriteit maakt en kijk welke dingen je dagelijks doet, wat je gewoon kan schrappen of wat gewoon echt tijdverspilling is. En op deze manier creëer je gewoon tijd voor jezelf en tijd om te sporten, gezonde dingen te doen, een extra wandeling te maken, wat je allemaal zal helpen tijdens droog trainen. Dus dat waren een beetje tips hoe je kan droog trainen met wat minder tijd. En ik hoop dat je het een leuke video vond en vergeet niet even een like achter te laten als je hem leuk vond of als je er iets aan had. Abonneer ook op het kanaal voor nog meer video's en dan zie ik je in de volgende video.